ik werd vanochtend wakker en toen ging mijn wekkerradio aan op het nieuws en er kwam gewoon even een berichtje voorbij. En, ik citeer even de nieuwslezer. Rusland heeft plannen om volgend jaar Oekraïne binnen te vallen met 175.000 man. Ik ben wel benieuwd wie in de zaal dat gelooft. Nee, er is, het klinkt vrij ongeloofwaardig. En, maar ja, als je dat zo hoort op de radio. Rusland heeft plannen volgend jaar Oekraïne binnen te vallen. Dan gaan natuurlijk allerlei alarmbellen af. Want dat kan een heel groot conflict worden. Maar vervolgens werd duidelijk dat het ging om satellietbeelden. Waaruit Amerikaanse bronnen opmaakten dat het leger, het Russische leger, plannen zou hebben om Oekraïne binnen te vallen. Dat is natuurlijk heel raar als je daarover verder over na gaat denken. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij dit soort nieuwsberichten. Van hoe kan je daar logisch over nadenken? De Russische economie is helemaal op dit moment niet op een punt waarop ze nou lekker een oorlog kunnen gaan voeren. Ze zijn op dit moment bezig in Oekraïne op een manier die veel beter past bij de huidige staat van Rusland dan een rechtstreekse confrontatie met Oekraïne. En het past ook helemaal niet bij de Russische strategie van de afgelopen decennia om op die manier te interveneren. Maar waarom komt dan toch zo'n bericht? Omdat het vrij duidelijk een beetje vaag is en het is een heel groot bericht. Tegelijkertijd wordt het even tussen neus en lippen door op het nieuws verteld. Het is gewoon om de hele tijd opnieuw die dreiging weer terug te brengen. Hè? Het blijft toch weer in je hoofd. Zie je wel, Rusland is toch bezig ermee. En misschien hebben ze dan niet die plannen om binnen te vallen, maar ze zijn wel de hele tijd een dreiging. En die herhaling is heel erg belangrijk. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk voor ons is om steeds te kijken van, goh, hoe passen dit soort nieuwsberichten nou? Maar hoe zit imperialisme in elkaar? Wat zijn de ontwikkelingen? Juist ook om dit soort berichten door te prikken en te beseffen van wat zit daar nou achter? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want we leven ook in een wereld waarin alles met alles verbonden is. En dus hebben dit soort ontwikkelingen in Oekraïne of bijvoorbeeld in Oost-China hebben veel belang voor ons. Alles is met alles verbonden. Dus bijvoorbeeld het tekort aan IC-bedden, waar we nu heel erg mee geconfronteerd worden, heeft direct te maken met de aanschaf van de JSF, die natuurlijk van belang is voor Nederland, Nederlandse staat en het Nederlandse kapitaal, om mee te doen op internationaal vlak. Dat soort dingen is heel, heel direct voor ons. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar klimaatverandering, dat het heel makkelijk is voor westerse landen om op dit moment alle problemen, we hebben de recente top gehad, alle problemen af te schuiven op India, op China. Het is allemaal niet ons probleem, wij willen eigenlijk veel meer, maar het zijn die landen daar zo die het allemaal niet willen. Ik denk dat het heel belangrijk is om het daar steeds weer over te hebben. Dat is met elkaar verbonden en het creëren van zo'n dreiging helpt ook om dat soort landen in een plek te plaatsen waarin je ze ook heel makkelijk van andere dingen de schuld kan geven. Nou, een ding waar het eigenlijk veel minder over gaat, als je nu kijkt naar het nieuws, dan is dat de val van Kabul. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen decennia als het gaat om de ontwikkelingen van imperialisme, daar wordt heel weinig over gepraat. 20 jaar lang heeft het machtigste land geprobeerd om daar iets te doen. Het is niet helemaal duidelijk wat ze daar precies hebben geprobeerd te doen, want als je kijkt naar hun beleid, dan zit het vol met tegenstrijdigheden. En de belangrijkste tegenstrijdigheid is dat ze aan de ene kant wel probeerden om een soort van stabiele staat te creëren, maar aan de andere kant moest die stabiele staat dan ook weer een marionettenregering zijn van de Verenigde Staten, doen wat de Verenigde Staten wil. Verschillende delen van de Amerikaanse staat kwamen tegenover elkaar te staan.
En dat leidde er bijvoorbeeld toe dat de belangrijkste persoon in de laatste fase van de vorige Afghaanse staat, de belangrijkste persoon die daar corruptie moest bestrijden, dat was Izzatullah Wasifi, die eerder in Las Vegas is opgepakt omdat hij voor 2 miljoen heroïne probeerde te verkopen. En die werd door de CIA zeg maar naar voren geschoven als iemand die dan in Afghanistan wel corruptie kon bestrijden. Dus dat, hele bizarre keuzes worden dan gemaakt, want die man die is natuurlijk helemaal niet in staat om corruptie te bestrijden als die zo'n achtergrond heeft. Maar hij is wel heel erg loyaal aan het aan het project van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd, Afghanistan was eigenlijk een soort tussenstapje. Irak was de hoofdprijs, maar er was een discussie binnen de Amerikaanse regering onder Bush tussen aan de ene kant de mensen rond Donald Rumsfeld, die zeiden van we moeten meteen Irak binnenvallen na de aanval op de Twin Towers. En aan de andere kant de groep rond Colin Powell, die recent gelukkig overleden is. Die zei van nou, Irak is prima om aan te vallen, maar we moeten eerst Afghanistan aanvallen, hè? Want er zit geen directe link tussen Irak en de Twin Towers, dus we moeten een tussenstap hebben. Tegelijkertijd is er enorme hoeveelheid geld en menskracht ingestopt in het Afghaanse project van de Verenigde Staten. Volgens de officiële data is er grofweg 1 biljoen dollar, dat is een 1 met 12 nullen ervoor. In die 20 jaar in Afghanistan besteed door de Verenigde Staten. Dat gaat dan om geld voor militair, vooral. Ik geloof dat 870 miljard was voor militaire steun en 130 miljard was voor zogenaamde reconstructie, wederopbouwprojecten. Dat gaat om enorme hoeveelheden geld natuurlijk. Daarnaast zijn er duizenden soldaten doodgegaan, tienduizenden soldaten gewond geraakt. Dus dat is echt wel een forse investering vanuit de Verenigde Staten. Dus er is echt wat gebeurd daar. En dat mislukt is, dat project van de Verenigde Staten, is heel significant. Voor de Afghanen is de prijs veel hoger geweest. De officiële data zijn heel lastig. Maar als je alleen al naar Afghaanse soldaten en politieagenten kijkt, dan zijn er in de afgelopen 20 jaar 65.000 van hen opgekomen. Dat is een enorme hoeveelheid. En dan kunnen we alleen maar raden hoeveel meer burgers daar nog bij komen. Maar wat voor de Verenigde Staten eigenlijk vooral van belang is dat hun onvermogen om de wereld te vormen op hun manier heel duidelijk is geworden. Dus het is de grootste militaire tegenslag eigenlijk sinds Vietnam, decennia geleden. En na Vietnam heeft het decennia geduurd voordat de Verenigde Staten weer durfden om grootschalige directe interventies uit te voeren. Ze gingen veel meer over toen tot indirecte steun aan rebellengroeperingen, aan staatsgrepen en dat soort dingen, dat doen ze allemaal nog steeds. Maar een directe grootschalige interventie, die hebben ze sinds Vietnam heel beperkt eigenlijk uitgevoerd. En de eerste die echt weer grootschalig was, dat was natuurlijk in Irak en Afghanistan. Die zijn allebei weer op mislukkingen uitgelopen. Nou, als we dat hebben gezien, dan kunnen we kijken naar waar staat de Verenigde Staten op dit moment. Het is een imperium wat in relatieve neergang is. En het is belangrijk dat dat woordje relatief daarin zit. Het is niet alsof de vandalen op de drempel staan om Rome te gaan plunderen. Dat is niet het soort van neergang waar we hiermee te maken hebben. We hebben ermee te maken dat het relatief, dus ten opzichte van de macht van de rest van de wereld, minder sterk aan het worden. Maar de Verenigde Staten is nog altijd de grootste economie ter wereld en het is onwaarschijnlijk dat dat op korte termijn verandert. De opkomst van China is heel snel gegaan de afgelopen decennia.
Maar dat heeft wel een bepaalde dynamiek die het niet in staat stelt om nu heel snel voorbij de Verenigde Staten te komen qua omvang van de economie. En je ziet nu ook in China dat de opkomst van die economie tegen grenzen aanloopt. Dat heeft onder andere mee te maken dat heel veel gebaseerd was op het bouwen, constructiewerkzaamheden. En dat loopt nu allemaal tegen problemen aan, omdat er eigenlijk te veel gebouwd wordt. Hè? Recent een gigantisch dreigend faillissement. En de Chinese economie is echt tegen grenzen aan het lopen, waar het nu geen antwoord direct op heeft. Op het vlak van militaire capaciteit is de Verenigde Staten nog veel sterker, relatief gezien. Dus die relatieve neergang van de economische macht van de Verenigde Staten wordt niet gereflecteerd door een neergang van de militaire macht. En dat zie je bijvoorbeeld aan de investeringen, dat de Verenigde Staten nog altijd 3 keer zoveel geld investeert in het leger dan de nummer 2, China. Ik ben wel benieuwd of iemand weet waar Nederland op die lijst staat qua investeringen in het leger. Wil iemand een gokje wagen? Nummer 17 of zo? Nummer 14? Nee, oeh! Wij staan lager dan onze economische positie. We staan iets lager, maar niet heel veel lager. Het is nummer 19. Tussen Iran en Polen. Staat Polen onder Nederland? Polen staat onder Nederland. We krijgen wel eens van die jankerballen op televisie dat er meer geld moet geïnvesteerd worden in het leger. Nederland investeert best wel veel geld. Dit zijn overigens cijfers van het CIPRI, het Stockholm, de afkorting. Dat blijf ik jullie even schuldig. Maar dat is even een zijpaadje. De Verenigde Staten is nog altijd op militair vlak, ondanks die nederlagen en ondanks die economische relatieve neergang, nog altijd heel belangrijk en heel machtig. En ze geven gewoon echt gigantische hoeveelheden geld uit. Dus elke keer dat het gaat over dat China een leger aan het opbouwen is, onthoud dan dat China nog altijd maar 1/3 uitgeeft aan het leger van wat de Verenigde Staten eraan uitgeeft. Dus de Verenigde Staten is nog veel sterker bezig om een leger op te bouwen. En de strategie van de afgelopen decennia van de Verenigde Staten is eigenlijk om die militaire macht in te zetten om die relatieve neergang van de economische macht tegen te gaan. Dus de economische belangen overal ter wereld verdedigen door middel van militaire interventie. En dat kan door middel van rechtstreekse confrontaties, zoals Irak en Afghanistan. Maar dat kan ook gebeuren zoals bijvoorbeeld het inzetten van drones. Of door simpelweg het aanwezig zijn. Dat is bijvoorbeeld in Azië speelt dat een belangrijke rol. Dat de Verenigde Staten aanwezig is op allerlei plekken. En dat bondgenoten die nu kiezen tussen China en de Verenigde Staten dus eerder geneigd zijn om voor de Verenigde Staten te kiezen, omdat de Verenigde Staten nog altijd een hele grote militaire aanwezigheid heeft. Ik wil nog één ding zeggen over die relatieve neergang van de Amerikaanse economie. En dat zijn data van de Wereldbank. En daar blijkt dat ook een beetje uit, dat je dus ziet van dat die Amerikaanse economie als onderdeel van de wereldeconomie steeds minder belangrijk wordt. Dus in 1960. En de precieze percentages zijn daar minder belangrijk bij. Het gaat, de ene rekenmethode komt net op wat andere percentages dan de andere. Maar de tendens is heel duidelijk. Dus in 1960 was de Amerikaanse economie volgens de Wereldbank 40% van de totale wereldeconomie, de omvang. Dan hebben we het over het BNP. In 2019 is dat nog 24%. Dus dat is bijna gehalveerd. Ter vergelijking, de Chinese economie was in 1960 vormde het 4% van de wereldeconomie. En op dit moment is dat 16%. Dus dat komt nog niet eens in de buurt van de Verenigde Staten. Er zit nog bijna 10% tussen. Maar tegelijkertijd is het wel een flinke stijging. Die relatieve neergang gecombineerd met
het mislukken van die rechtstreekse militaire confrontaties, die zorgt voor een aantal tegenstellingen die volgens mij heel veel licht werpen op hoe moeten we nou kijken naar die verhouding tussen de Verenigde Staten en China en breder naar imperialisme en de wereldeconomie. Die opkomst van China, ik heb net die cijfers genoemd en China komt nog niet in de buurt van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is het wel, als je historisch kijkt, is China de belangrijkste economische concurrent van de Verenigde Staten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Er is nog nooit een land geweest wat, zeg maar, verhoudingsgewijs zo dichtbij de Verenigde Staten is gekomen. Rusland, de Sovjet-Unie, was natuurlijk een hele belangrijke concurrent, maar dat was vooral op economisch vlak, niet op, op militair vlak, sorry. Niet op economisch vlak. De Russische economie is nooit zo sterk geweest als de Chinese economie. Het enige land wat er enigszins in de buurt kwam was Japan in de jaren 90, maar dat was veel minder nog dan China. De ironie is dat de Verenigde Staten een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij die opkomst van China. China is echt geïntegreerd in de wereldeconomie en de Verenigde Staten, de Amerikaanse economie, profiteerde ook van die opkomst van China. Dus de Verenigde Staten pleiten er bijvoorbeeld toe voor dat China werd toegelaten tot de Wereldhandelsorganisatie. Dat er allerlei uitzonderingen werden gemaakt, zodat China onderdeel kon worden van de Wereldhandelsorganisatie. Dat leverde de Amerikaanse economie heel veel op. Amerikaanse bedrijven leverden dat heel veel op, want die konden gaan handelen met China, konden winst maken. Tegelijkertijd stelde dat China in staat om haar eigen economie op te bouwen. Dus daar zie je een soort tegenstelling tussen concurrentie aan de ene kant en integratie aan de andere kant. En dat is ook heel typisch voor imperialisme. Imperialisme is niet alleen maar concurrentie. Het is ook integratie tussen verschillende landen. Dus bijvoorbeeld de mate waarin de economieën van verschillende imperialistische grootmachten voor de Eerste Wereldoorlog geïntegreerd waren, was dusdanig sterk dat het pas na de Tweede Wereldoorlog weer die niveaus werden bereikt van onderlinge handel. Dus het project van de Europese Unie wordt bijvoorbeeld genoemd als een voorbeeld van hoe je oorlog kan voorkomen door economische integratie. Maar als je historisch kijkt, leidt economische integratie soms juist tot oorlog, omdat het ook tot heel veel concurrentie tegelijkertijd leidt. Dus dat is een tegenstelling die heel erg belangrijk is in de verhouding tussen de Verenigde Staten en China. Een andere tegenstelling die er ontstaat is dat de Verenigde Staten is natuurlijk zich heel erg gaan richten militair gezien op China. Dus je ziet bijvoorbeeld als je de achtereenvolgende presidenten bekijkt vanaf Obama, dan zie je Obama met zijn pivot to Asia, dus het idee dat een groot deel van het Amerikaanse leger verhuisd moet worden naar Oost-Azië, vanuit het Midden-Oosten, vanuit Europa, om de Chinese dreiging te confronteren. Trump die had daar andere ideeën over, maar er zijn grappen gemaakt over hoe vaak Trump het wel niet over China had. Die was compleet geobsedeerd met China en die probeerde ook een soort van aan de ene kant, eigenlijk is dat heel typisch Amerikaans, aan de ene kant integratie, hè, onderhandelen met China, deals sluiten en aan de andere kant sancties en stevig tekeer gaan. Dus dat past eigenlijk heel goed in die Amerikaanse traditie van zowel concurrentie als integratie. En als je nu naar Biden kijkt, die voert eigenlijk een soort van combinatie van die twee. Dus waar de Democraten heel erg, of de aanhang, de stemmers van de Democraten heel erg dachten van als we nou op de Democraten gaan stemmen, als we op Biden gaan stemmen, dan beëindigen we dat heftige beleid van Trump.
Maar eigenlijk zie je dat de meeste maatregelen die Trump heeft genomen door Biden helemaal niet terug zijn gedraaid. En zeker de maatregelen als het gaat om sancties tegenover China, ruzies met de Europese Unie. Biden gebruikt een andere toon, maar inhoudelijk zijn een heleboel van de maatregelen helemaal niet teruggedraaid. En zie je dus dat het een soort combinatie is van Obama, wel multilateraal, samenwerken met andere landen, maar tegelijkertijd ook dat havikige gedrag en het hele confronterende wat Trump kenmerkte. En dat zie je nu bijvoorbeeld met AUKUS. Ik had deze er net even bij. En daar staat een mooi citaat van AUKUS. En vanuit de Financial Times. This is no simple arms deal. Het gaat om een deal die onder andere te maken heeft met het kopen van onderzeeërs. En het is een deal tussen AUKUS is Australië, de UK en de US. En er staat, this is no simple arms deal. The trio presented it as a defense pact, which instantly drew condemnation from Beijing, dus vanuit China. The timing is certainly propitious for President Joe Biden, coming after the debacle of the withdrawal from Afghanistan. It signals Biden's commitment to regional alliances to counter China. After all, this is what Biden expressly considers the primary geopolitical threat to US interests. Dus je ziet dat dat is niet gewoon we verkopen een paar onderzeeërs. Dit is echt een hele bewuste keuze om samen te werken met Australië, om Australië heel duidelijk te positioneren tegenover China als een soort basis van waaruit andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan de Verenigde Staten gebonden kunnen blijven. Tegelijkertijd creëert het problemen. Frankrijk had een deal met Australië die gecanceld is. Frankrijk is natuurlijk ook een bondgenoot van de Verenigde Staten. Dus op die manier leidt het tot allerlei frictie. Sowieso zie je dat dat hele beleid om tegen China zich te plaatsen leidt tot allerlei instabiliteit. De pivot to Asia, die is niet helemaal gelukt, maar het weghalen van Amerikaanse troepen, het mislukken van de interventie in Irak, heeft bijvoorbeeld sub-imperialistische staten in het Midden-Oosten veel meer ruimte gegeven om zelf ruimte te pakken. Dus bijvoorbeeld aan Iran, aan Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië wat op eigen houtje een oorlog is begonnen in Jemen. Iran dat heftig geïnterveneerd heeft in Syrië. Dat echt een grote militaire aanwezigheid van Iraanse troepen op Syrische bodem. En dat creëert ook allerlei frictie. Het was een paar jaar terug dat bijvoorbeeld Turkije een Russisch vliegtuig neerhaalde in Syrië. Maar dat is allemaal omdat die ruimte daar ontstaat. Andere sub-imperialistische, dus niet echt de grote spelers, maar de net wat kleinere spelers die vaak verbonden zijn aan de grotere imperialistische spelers, maar ook eigen belangen hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan Saoedi-Arabië, een land wat duidelijk verbonden is aan de Verenigde Staten op internationaal vlak, maar tegelijkertijd ook bang is dat de Verenigde Staten haar belangen niet meer kan verdedigen tegenover Iran, dus zichzelf tot de tanden toe bewapend heeft en nu volledig vast aan het lopen is in Jemen. Overigens met een enorme menselijke prijs voor de jemenitische bevolking. Maar het creëert dus heel veel instabiliteit over de hele wereld. En het creëert keuzemogelijkheden voor sub-imperialistische spelers. Dus denk bijvoorbeeld aan een land als de Filipijnen. Wat nu opeens de keuze heeft van, ja, wij waren altijd vriendjes van de Verenigde Staten. We kregen altijd geld vanuit de Verenigde Staten. Maar we moesten ook altijd precies doen wat de Verenigde Staten zei. Nu hebben we opeens een buur die ook sterk is. Die ons ook financiële steun kan geven. Die ons ook militaire steun kan geven. En dan kan je die tegen elkaar uit gaan spelen. Dus het creëert wat meer ruimte voor dat soort staten.
Tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat, dat er meer frictie ook ontstaat tussen die staten onderling. En ik denk dat dat ook een belangrijke uitkomst is. Wat ook een belangrijke tegenstelling is die nu heel, heel erg opspeelt, is het... We hebben decennia van neoliberalisme achter de rug. En dat betekende nooit dat staatsinterventie weg was, maar vooral dat staatsinterventie officieel niet een ding was wat je moest nastreven. En staatsinterventie was eigenlijk not done. En dat was natuurlijk vooral een ding wat not done was om de bevolking te helpen. Hè? Geen staatsinterventie om arme mensen een beter leven te geven of om het onderwijs of de zorg te verbeteren. Nee, alleen staatsinterventie om de grote bedrijven overeind te houden en hun winsten vooral te stimuleren. Dus het ging vooral naar wapenproducenten, naar bedrijven als Shell, als Unilever. Als je kijkt in Nederland. De staatsinterventie is nooit echt weg geweest. Maar wat je nu wel ziet, is dat er wel een draai vindt, omdat China heel bewust, heel nadrukkelijk met staatsinterventie ingrijpt in de economie. En op basis daarvan een hele grote sprong heeft kunnen maken. En je ziet nu dat dat een impact heeft op andere landen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat Joe Biden in de Verenigde Staten bezig is met een hele deal waarbij meer staatsinterventie wordt gebruikt. Hè. Gedurende de economische crisis gebeurde dat al, maar toen werd het heel erg gezien als iets incidenteels. Dus er werd massaal geld in de Amerikaanse en de Europese economie gestopt om die financiële problemen op te lossen. Maar dat werd altijd gezien als iets tijdelijks. En je ziet nu dat Joe Biden veel meer kijkt van, oh, kunnen we dat ook gebruiken om andere problemen op te lossen. Uiteindelijk gaat dat allemaal niks worden. Want de Democraten gaan altijd weer samenwerken met de Republikeinen. En er zijn altijd binnen de Democratische partijen dan weer groepen die dat niet willen. Dus dat wordt allemaal niks. En Biden is er ook niet heel erg oprecht in. Maar je ziet wel dat dit idee van dat je staatsinterventie kan gebruiken om problemen in de maatschappij op te lossen, dat komt weer naar voren. En dat creëert een ideologisch probleem voor de neoliberalen. En overigens ook voor links. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de SP in Nederland, dat die hebben natuurlijk heel lang gehamerd op dat neoliberalisme is fout, marktwerking moet stoppen, et cetera, et cetera. Nu zie je in de Tweede Kamer dat er een tendens is dat ook het CDA en de VVD op bepaalde terreinen zeggen, ja, die marktwerking is ook een beetje overdreven. En de SP zegt, zie je wel, we hadden al die jaren gelijk. Maar ze veranderen hun standpunt verder niet. Dus ze gaan niet kijken van, wat betekent dit nu voor ons? Als wij, nu zeggen we eigenlijk alleen maar de VVD en het CDA zeggen hetzelfde als wij. Nou, dan gaat er natuurlijk niemand op je stemmen en niemand op zich bij je aansluiten. En dat is een probleem voor gematigd links, omdat ze opeens dat hameren op staatsinterventie. Ja, als rechts dat ook begint te doen, wat is dan nog je selling point? Dus dat is een hele interessante tegenstelling. En dat creëert ruimte voor argumenten. Niet zozeer voor staatsinterventie, maar wel voor het anders inrichten van de maatschappij. Dat het neoliberale dogma omver gaat. Dat is goed, maar vervolgens kunnen we het ook gaan hebben over, maar hoe zouden we dan moeten ingrijpen in de economie? Misschien niet als staatsinterventie, maar dat we daadwerkelijk van onderaf invloed gaan uitoefenen op de economie. Dus dat is denk ik een hele interessante ontwikkeling. Een andere ontwikkeling, denk ik, ik had het net al over die sub-imperialistische spelers die steeds meer ruimte pakken omdat de Verenigde Staten zich op bepaalde vlakken terugtrekt. Dat creëert ook wat ze noemen imperial overstretch. Dus dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld Iran, wat heel heftig aanwezig is in Syrië, dat die oorlog in Syrië is in Iran super onpopulair. Er is heel veel verzet tegen, want in Iran zijn er heel veel problemen met
gewoon de pijl van leven, basisvoorzieningen. En die worden voor een deel gecreëerd door die sancties. Maar voor een deel is het natuurlijk ook van, ja, waarom geven wij heel veel geld uit om ergens te interveneren in Syrië, terwijl we zelf niet eens de meest basale dingen hebben. En zo'n imperial overstretch, dus het uitbreiden van je zone van controle, leidt er ook toe dat je eigen zone steeds dunner, dat die controle over dat totale oppervlakte, wat steeds groter wordt, wordt ook steeds dunner. En dat creëert ook ruimte voor bewegingen van onderaf. En ik moet afronden. En ik denk dat die tendens eigenlijk al wat langer aan de gang was. En dat je bijvoorbeeld de ruimte die er rond de val van Mubarak in 2011, de Egyptische revolutie, daar een heel belangrijk voorbeeld zijn van hoe die ruimte kan leiden tot tot bewegingen van onderaf, die weliswaar dan weer teruggeslagen worden, zoals in Egypte, maar die ook veel breder gevolgen hebben. Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de ontwikkelingen in Soedan, in Algerije, die zijn allemaal nog een gevolg van wat er toen in 2011 in Egypte is gebeurd. En we kunnen nu makkelijk, dat wordt vaak gedaan, zeggen van ja, wat er toen in Egypte gebeurde in 2011, is allemaal mislukt, zie je wel. Het heeft allemaal geen zin, maar als je kijkt naar de regio, dan zie je dat het nog altijd een hele grote impact heeft. En juist bewegingen van nu inspiratie putten uit wat er toen is gebeurd en steeds weer opnieuw in staat zijn om naar boven te komen. En ik denk ook dat dat is waar onze focus moet liggen. Wanneer we het hebben over anti-imperialisme en over internationale solidariteit, dat we het moeten hebben over die bewegingen van onderaf, dat dat ons vertrekpunt zou moeten zijn. Daarbij wilde ik het voor nu laten. Dank u wel.